Wanneer trouw jij, Maarten? Ik kan toch niet altijd thuis blijven wonen? Oh, God straft me wel. Vorig jaar je vader gestorven en jij al zo groot en nog steeds geen vrouw. Ik ben 34 jaar. Ik ben geliefd bij mijn collega's. Ik ben een voorbeeldig vrijgezel. Ik ben steun en toeverlaat voor mijn zieke oude moeder. Maar ik heb nog nooit een afspraak met een meisje gehad. Laat staan het bed gedeeld met een vrouw. Ik zal sterven binnen een week. Tenzij ik binnen 7 dagen met een vrouw naar bed ga. Misschien kunt u me een beetje helpen erbij. Hè? Huh? Oh. Ga alsjeblieft weg. Zo gemakkelijk kom je niet van me af. Je hebt nog maar 3 dagen, Maarten. En de klok tikt onverbiddelijk door. Maar wat doe jij? Je rolt van een berg en leutert daarna alleen maar over steenbokken. Je sluit je op een hotelkamer als een laffe bangerik. En je bedenkt argumenten om er niets te hoeven ondernemen. Nou, alleen, ga eruit. Schiet op, ga weg. Wegwezen. Weet je wat het vervelende is van alleen zijn? Mm-hmm. Dat je niemand hebt om samen mee te eten.